We back. I'm back. Het is vandaag dinsdag 19 april. Het is weer eventjes geleden dat we gevlogd hebben, want maand maart was echt shitty as fuck. Sorry dat we vloeken op YouTube. Maar ik heb echt een hele slechte maand gehad in maart. Omwille van migraines, eerst en vooral al. Ik heb 3 weken heel erg gesukkeld weer met migraines. Ook mijn nieuwe medicatie. Dan heb ik 10 dagen in Tomorrowland, op Tomorrowland Winter gezeten om te werken voor Florian. Daar heeft mijn leven even on hold gestaan. Want dat is, ja, als je daar zit en je moet van 's ochtends tot 's avonds werken voor Tomorrowland, dan bestaat je leven even niet meer. Dan is dat alles een thema van dat. Dan ben ik teruggekomen. Heb ik 2 weken griep gehad. Allee, 1 week griep en de 2e week eigenlijk nog altijd een beetje nasleep ervan. Daardoor heb ik heel slecht in mijn vel gelopen. Maar ja, ik nam dan ook medicatie voor mijn migraine, die daar nog een keer een extra slecht effect op had. Op dat slecht in mijn vel lopen. Oké, mijn kaart was vol en ik zag net ook dat hij weer niet... Ja. Ik was niet aan het filmen, hot. Dus, komt erop neer. Eerste beeld was niet op de juiste stand. Dan, kaart was vol en dan tweede deel was ik niet aan het filmen. Dus, migraine-medicatie had dus invloed dan ook nog een keer op die periode. Dus ik had 2 weken de griep. Ik zat dan in een beetje in een negatieve spiraal. Die medicatie had er dan nog een keer invloed op, omdat in de bijsluiter staat er letterlijk dat depressie een bijwerking heeft. Heel veel mensen die medicatie al gepakt hebben, die ik ken, hebben letterlijk depressie gehad van die medicatie. Medicatie heeft nog zoveel bijwerkingen, maar ik wil het een kans geven, want die medicatie ben ik nog aan het opbouwen. En ik zit nog niet helemaal aan het maximum. En op dit moment heb ik wel weer 2 weken geen migraine gehad, dus het is zo wat wikke wegen. We need to give it a chance. En ja, maar vorige week, ja, en dan variabele heeft daardoor in de maand maart wel lang stilgelegen. En ik had dan een beetje, ja, ik had moeite om de bal weer aan het rollen te krijgen. Maar we hebben nu recent een super actie online gezet en dat super veel succes. So I'm glad about that. En nu is er volgend weekend een nieuwe collectie online. Dus daar ben ik nu volop mee bezig. Dat klaar te stomen. Ik heb al geshoot op Tessa. En nu ga ik naar een koffiebar om eigenlijk heel veel dingen klaar te maken. Zoals de nieuwsletter, content klaarmaken, alle planning en dingen. Alle dingen op de website. Want ik merk dat ik mij moeilijk kan concentreren als ik thuis moet werken of van kantoor moet werken, omdat ik alleen zit. Terwijl als ik op verplaatsing werk, heb ik sowieso social pressure. Dus dat ga ik doen nu. Dus ik ben helemaal klaargemaakt en geprepareerd. Dus nu zijn we dinsdag en ik ga weer proberen mijn weekvlogjes te maken ook. So yeah, yeah, yeah. Ik voel mij toch alweer veel beter in mijn vel. So I'm gonna take you with me. Sorry, het is hier weer donker. Vorige week had ik een vrij goede week. Het was de week ervoor dat mijn minder goede week was. Want het is hier vrij rommelig in het appartement. Ik ga nog niet alles tonen, want we hebben een super grote... ja, ik ga dat wel, wil ik wel tonen. Want we zijn eigenlijk nog bezig. Een super grote spring clean gedaan. En de keuken is echt... Alle kasten zijn zo organized. Mega. Dus ik ga... Deze week ga ik nog een beetje verder doen. Maar dan na mijn uren dat ik zo in mijn hoofd heb van... Ik ben klaar met werken. En ik ga jullie... Ik ga kijken of ik jullie zo een paar resultaatjes en zo kan tonen. Omdat ik weet... Normaal dacht ik om jullie daar mee te nemen, maar vorige week was ik zo nog bezig om zo wat aan mezelf te denken. En had ik nog geen zin om mijn camera uit te halen. Maar ik wil jullie sowieso wel het resultaat en zo doen, omdat ik weet dat jullie daar fan van zijn. Maar ik ga kijken in hoeverre ik dat van de week een keer ga doen. We zijn woensdag vandaag en ik zie er precies bijna hetzelfde uit als gisteren, want ik heb echt legit dezelfde tenue aan. Maar ik ben, het is ondertussen al bijna 2 uur, ik ben klaargemaakt om naar Latham te gaan. Want we gaan deze namiddag de nieuwe collectie op mij shooten. Ik heb deze ochtend verder alle foto's bewerkt. Gisteren heb ik daar een groot deel van gedaan. Ik heb de content al grotendeels klaargemaakt.
om te posten, allee, de sneak peek te posten vanavond. Maar ja, alles was op Tessa geshoot. Maar er moet eigenlijk ook een groot deel nog op mij geshoot worden. Zodat de mensen een beetje zien hoe dat is op verschillende bodytypes. Dat vind ik altijd wel belangrijk. Dus Florian gaat dat op mij shooten. Maar ik moet ook nog wat pakjes maken. Dus dat gaan we ja, nu gaan doen. Dus ja, er is hier nog altijd rommel. Maar er is wel ook een heel deel uit de gang al. Ik ga ook langs de kringloop passeren om daar kleren af te gaan zetten. Ik heb heel wat mee dat ook naar het containerpark mag. Ga ik bij mijn mama droppen, want zij gaat normaal een keer naar het containerpark met al die dingen. Dus dat is ook een goede zet. Zit in mijn autootje normaal. Florian heeft dat gelukkig gedaan. Zo, dat is het plan voor vandaag. Het spijt mij als ik soms vergeet te filmen wat ik doe en dat ik het gewoon uitleg, omdat ik maak nog altijd veel TikTok-vlogjes vaak. En dan zit ik meer daar. Of ik zit soms zo in de flow van wat ik allemaal doe, dat ik echt vergeet te vloggen. But I try, hè. We zijn al bezig met te vertellen. Dat is al een goede stap. Dus, yes. Dit is hier nog een hoopje rommel die nog geordend gaat worden vanavond in de gang. Maar de dressing is eigenlijk al goed geordend. Kan ik al ongeveer tonen. Zoals je ziet hangen er bijna geen kleedjes. Ik ga dat vlug even tonen. Dit is zo goed als leeg, want Florian zijn kleren komen daar. En hier, oei, is net focusing. En dit is nu even blouses en truien. Maar het zou kunnen dat de truien van de... ja, dat is een zakje met dingen die moeten gerepareerd worden. Het zou kunnen dat de truien van de hangers gaan en opgeplooid worden en in de derde kast gaan. Hier zit er nog ondergoed die ook weer in een andere kast in de slaapkamer moet. Maar dit is echt wel helemaal uitgekuist. Behalve de nog niet 100%. Maar hier stonden er oorspronkelijk andere kasten. Die zijn ook allemaal weg. Op dit moment is dat dan ja, Florian zijn locatie. Maar al zijn kamermateriaal daar. Ja, dat is nu een hoop met kabels ook. Ik ga niet verwachten dat het perfect proper is. Maar ja, dat is nu zijn bureau en zijn plaats om te werken. Dus dat is echt een mega vooruitgang, want dat waren kasten, maar echt van alles en nog wat in. Dat was hier een hele rommel en hoop, dus we did some vooruitgang. Jullie zitten wel lager. Ik zit nu op kantoor. Daar hangt een nieuwe collectie ook. Super exciting. Ik moet 3 pakjes maken. Nee, eigenlijk 4. Ja, niet 4. Eerst zijn het al gemaakt. Ik moet 3 pakjes maken nog van de stock sale. En dan van de middag gaan we dus... Allee, van de middag. Het is al van de middag. Straks komt dan Flo ook nog af om te gaan shooten. En als er nog tijd tussen is, moet ik nog wat items steamen. Dat ze zeker netjes zijn. Ga ik zorgen dat de outfits klaar hangen. Dat ik ze gewoon in de auto van Flo moet hangen. Allee, leggen. Ga ik zorgen dat gewoon alles klaar ligt beneden. In de auto van Flo, zodat hij niet te veel tijd verliest. Want hij moet ook werken. En dat hij gewoon moet shooten. Dus yes, yes. En als er dan nog tijd is, ga ik misschien nog wat TikToks maken. We shall see. Dus dat is hetgeen wat we gaan doen. Ondertussen ben ik dit blauwe drankje aan het drinken. Bright Blue Guava Pineapple Apple. En Blue Spirulina with Vitamins. Ik denk heel graag zo van die Innocent sapjes. Want ik ben bijvoorbeeld geen koffie- of theedrinker. Soms matcha. Maar ook de laatste tijd bijna niet. Dus ik denk eigenlijk alleen maar water. Maar om ze toch op een of andere manier wat energie te krijgen. Op een natuurlijke manier. Heb ik graag zo van die sapjes. Echt gewoon ja, smoothie sapjes. Geven mij toch wel een beetje energie. Op een natuurlijke manier. So, let's go to work, hè. Weet je wat ik van de week aan het doen ben, Florian? Nee. Wat ben ik aan het doen? Aan het vloggen. Aan het vloggen. Voor zover dat gaat lukken. Ik heb gisteren al een beetje gevlogd. Vandaag al een beetje. Ik heb nu weer hetzelfde aan. Jullie gaan ook denken, die heeft altijd hetzelfde aan. Maar dat is gewoon super comfortabel. Het is variabele. Ik heb het wel anders geknoopt. Het is zo een hack dat ik gevonden heb op TikTok. En ik heb het nu ook zelf... Allee, ik ga het zelf delen op TikTok. Ik heb er een video over gemaakt.
Het is ondertussen donderdag en ik ging normaal eigenlijk naar mijn kapster vandaag om keratine extensions erbij te steken. Nee, erbij te steken, gewoon keratine extensions in mijn haar te doen. Maar extensions waren niet op tijd toegekomen. Dus ja, dat is afgezegd geweest. Maar daardoor loop ik zo vandaag wel een beetje verloren. Want ja, mijn planning was zo helemaal in de war. En ergens voelde ik het zo aankomen, want ik liep er zo al wat verloren. Maar ik ga nu even naar kantoor, want ik moet nog een pakje maken. En dan ga ik toch wel zo nog een duidelijke planning maken. Want zondag komt een nieuwe collectie online. Een duidelijke planning maken wat ik wanneer ga posten van TikToks, van posts, van andere dingen, zodat dat allemaal vast is. En dan morgen is het vrijdag, ga ik nog de website verder afwerken en in orde maken, zodat alles klaar is. En ook de nieuwsbrief klaarzetten, zodat alles klaar is voor zondag. Dus ja. En ik moet dan nog een pakje van Zalando ook terugbrengen. Die heb ik hier klaargemaakt. Want ik had schoenen besteld voor de trouw van Manon. Eerst en vooral heel veel paren die te klein zijn, één die te groot is. En het is dan eigenlijk ook veel schoner weer dan gedacht. Dus het idee dat ik had in mijn hoofd, dat zijn zo paar schoenen, om dan eigenlijk nylonkousjes in aan te doen, is een beetje weg, omdat het eigenlijk schoner weer gaat zijn op de trouw. Zo. Ach ja. Oké. Ja, ik merk echt dat ik elke keer... Eigenlijk had ik eerst iets anders aan. Maar dan was ik, ik wil toch iets comfortabel aan doen. En dit is gewoon zo'n comfy setje. Jullie gaan echt denken, we hadden nu altijd hetzelfde aan. Maar het is zo comfortabel. En vanavond komen er ook nog vriendinnen. Want we gaan, dus Manon trouwt bijna. We willen zo nog iets, ik ga het even zo leggen. Hallo. We willen zo nog iets voorbereiden voor de trouw. Dat we zo, wij gaan zo'n entree hebben ook met de bruidsmeisjes. En we willen er zo toch nog iets speciaals aan hangen. Kijk eens wat dat er hier ligt. Een mooi klein pluisje. Tegen mijn mooie nieuwe kleertjes. Ik heb een nieuwe item van mijn jewelry binnen gehad. Mega kleurrijk. Ook van Bristol. Ook mega kleurrijk. Ik heb zo, al mijn samenwerkingen zijn zo vrij kleurrijk. Sorry voor de rommel. Ik ben nog altijd bezig met een mega lente schoonmaak. En op dit moment is de laatste kamer de slaapkamer. En hier is het echt nog een ontplofte bom. Maar al de rest is clean. So I love that. Maar dus de samenwerkingen zijn super kleurrijk. Maar normaal ben ik niet echt kleurrijk. Zoals je ziet. Maar I don't mind. Want ik heb zo nu een super schattige combinatie gedaan. Wacht, ik ga het jullie tonen. Mijn samenwerkingen van My Jewelry zijn meestal via Instagram. En dan mag ik zo voor een budget kiezen. Nu hadden ze mij gecontacteerd voor via TikTok. Want via TikTok heb ik nu ook 10.000 gehaald. En ze wouden me nu via TikTok samenwerken. Wat dat ook heel leuk is. Dus ik heb zo dit gekozen. Dit blouseje. Wat dat al heel kleurrijk is. En dan... Wacht, ik had hier gewoon... Ik had het al neergelegd. Maar dan gaan we zo wat de vibe snappen. Het is super kleurrijk, maar dit is zo'n two-piece setje. In het koraalachtig roze-oranje. En dan zo met dit eronder. En dit is zomaar roze-oranje. Dat is super cute. Mega kleurrijk, maar doordat de kleuren erin terugkomen, verzacht dat zo wel wat. Zelf Flo is ervan. Van een Flo draagt eigenlijk alleen maar zwart. Dus als zij dat oké vindt. Ja, wat denk jij? En deze chacos was dan eventueel... Oei, nee, no. She wants to lay on it. Mag het niet wegnemen. Sorry. Sorry. Oh. Ik ga weggaan, het is goed. Ik zal u gerust laten. Ik ben weg. Ik ga pakjes gaan maken. Bye. Wat een weggewaaide. Het blijft nog altijd zo'n groot voordeel in deze auto. Dat er daar een plat stuk zit. Op mijn dashboard. Ik besef net dat er nog twee zakken met kleren zitten voor de kringloop. Dus ik ga dat ook wegbrengen. Want ik moet... Doordat mijn planning helemaal aangepast is. Ben ik zo van, wat ga ik allemaal doen vandaag?
Maar we gaan productieve dingen doen. En die zakken naar de kringloop brengen is ook productief. Dus we gaan dat ook doen. Dus daar gaan we doen. Hallo, het is zondag. Ik heb weer hetzelfde aan. Nee, maar ik ga straks iets anders aan doen. Maar het is omdat ik subiet live ga gaan voor variabelen. En ik wou een variabele outfit aandoen. En dat was gewoon het eerste wat ik tegenkwam. Want Florian is nog aan het slapen. En mijn kleren liggen in de slaapkamer. Maar ik ga eerst naar Latham gaan. Want we gaan nog even live. Want de launch van de nieuwe collectie is net online gegaan. En het is echt crazy aan het gaan. Er zitten echt 30 mensen op de website. Er zaten echt al 6 winkelmandjes. En ik ben echt... Dus ik ga nu gewoon naar Latham om live te gaan en pakjes te maken. Misschien nog wat bestellingen te hebben. En dan rond de middag keer ik terug. En dan ga ik date night hebben. Allee, date night, date namiddag met Flo. Dus misschien dat ik dat dan ook film. Dus ja, ik ben al super excited dat de nieuwe collectie eindelijk live is. Dat die goed aan het gaan is. Hoeveel bestellingen hebben we? Ik denk dat we er al 3 hebben nu. En het is nog maar 10 na, dus dat is eigenlijk wel echt al goed. Kan ik even kijken, hè? Ja, we hebben er 3. Huh? Wat? Are you fucking kidding me? Er heeft echt net iemand besteld voor €292. Is she fucking kidding? Sorry, ik ben even in shock. This girl. Sorry. Hallo. Ik zit in de auto. Ik zei dat ik iets anders ging aandoen. Didn't happen. Ik voelde mij er gewoon veel beter in. En ik had geen zin om zo nog super lang na te denken wat ik moest aandoen. Dus just stay the same. Ik heb het gewoon op een andere manier aan gedaan. Ik heb er nu zo... Even geen copyright. Ik heb er gewoon een het crop top onder aan gedaan. En nu draag ik de blouse open. Dus dat is zo een beetje een andere vibe. Ik zit hier nu met Flo in de auto. Want we zijn dus op weg naar onze date day. Ik wil altijd date night zeggen. Want het is not night day. Ja, date day klinkt zo niet. Dus date. Maar wat? We hebben besloten, we gaan naar Love Love. Want ik ging daar super veel naartoe met Manon en mijn andere vriendinnen. Maar ik heb Flo daar nog altijd niet naar meegepakt. So let's do that. Dus we gaan naar Love Love. Het staat dat het open is op zondag. So let's hope dat het open is. En anders heb je daar wel nog andere dingen in de nederkouter. We gaan daar eerst lunchen en dan gaan we naar... waar gaan we nu weer naartoe? Naar Sluis. Sluis. So that's the plan. Dan weten we nog alleen niet wat we vanavond gaan doen. Hè. Maar het is kei mooi weer. En we gaan gewoon zien wat de dag ons brengt. So I'm excited. Are you excited? Very excited. Very excited. Ik ben aan het slapen. Kijk, dat is zo, altijd zo typisch. Ik vergeet dan. Ik maak altijd TikTok vlogjes. En dan film ik dat ik in Love Love zit. En dan vergeet ik dat ik eigenlijk aan het filmen ben met de vlogcamera ook. En ik babbel dan alleen maar in mijn vlogs. En dan heeft het geen nut dat ik hele eigen vlogs maak voor YouTube. Want ik vergeet eigenlijk te filmen. Hè. Maar we zijn ondertussen toegekomen in Sluis. vind je de uitgang? Nee, het is het doel. Maar we hebben net geparkeerd op een parking. En we hebben vlug even content geshoot. Dat ik nog moest doen. En dan nu gaan we naar een andere parking. Om dan eigenlijk uit dan een gezellige namiddag te beleven. Thank you.